In deze video confronteert Matt Lehner het kabinet. Want ik was ook in de veronderstelling, het is mij helemaal niet duidelijk geworden in het debat hoe die normen er dan uitzien. Sterker nog, ik maak mij grote zorgen, niet alleen over het recht op bereikbaarheid, want daar zijn we het allemaal over eens, maar vooral over de vrijheid van keuze, hoe je bereikbaar wil zijn. Kies je voor de auto, dan wordt het je steeds lastiger gemaakt met dit kabinet, want ze zijn bezig die auto te ontmoedigen, woonwijken bouwen zonder parkeerplaatsen, de auto wordt steeds duurder. Dus mensen met een laag inkomen hebben straks wel het recht op bereikbaarheid, maar hebben geen geld meer om een auto te kopen. En uw vraag? Nou ja, mijn vraag is, als die normen worden uitgewerkt, is dan ook de vrijheid van de burger om zelf de afweging te maken hoe je bereikbaar wil zijn, of je die auto wil nemen, of inderdaad de fiets van Ginneke van D66 te pakken. Die vrijheid is voor ons ook essentieel. Maar goed, de normen zijn nog niet uitgewerkt, gelukkig. Dus we gaan hier het debat nog over voeren. En daarnaast breng ik in herinnering dat we dat doen conform de hele hoofdlijnennota mobiliteitsvisie, waarin we alle modaliteiten hun plek geven. Zij dat we hier en daar wel zeggen, de juiste modaliteit op de juiste plek, op de juiste plaats. Dus dat kan zijn dat er ook stimulering in zit om af en toe een andere modaliteit te gebruiken. Maar er zit verder geen enkele dwang in. Sterker, dat kunnen we ook niet eens afdwingen. Uiteindelijk gaat het over de keuzes die mensen thuis aan de keukentafel maken. Of ze de fiets, de auto, de trein, de bus wandelen, wat ze gaan gebruiken op dat moment. We willen het wel zo inrichten dat het zo aantrekkelijk is dat je je in ieder geval ook vlot kunt voorbewegen naar de bestemming waar je moet zijn. Kort. Ja, nou ja, de minister zegt twee zaken. Enerzijds het recht om zelf te mogen kiezen hoe je bereikbaar wil zijn. Zelf je modaliteit te kiezen. Maar anderzijds zegt de minister, de juiste keuze wordt hier ook voorgeschreven. En dan denk ik, ja, wie maakt dan die keuze? Is dat de minister die bepaalt of ik zeg van ik wil 2 kilometer met de auto en dat mag straks niet meer? Of is het de burger zelf die dat mag blijven bepalen? Die vrijheid is voor ons essentieel. U gaat hier vast nog een heel debat over voeren op een ander moment.